Opa Wanya komt naar Nederland. Opa Wanya komt vandaag met vakantie naar Nederland. Igor, papa en mama gaan opa Wanya halen op Schiphol. Schiphol is het grote vliegveld bij Amsterdam. Ze gaan met de trein naar Schiphol. Igor zit in de trein, hij zit bij het raampje. En hij kijkt naar buiten. Buiten lopen overal mensen. Het is druk op het station. Veel mensen hebben een koffer. Iedereen loopt snel, snel om mee te kunnen met de trein. De vader van Igor heeft een cadeautje in zijn handen. En zijn moeder heeft een mooie bloem. Een grote rode roos voor opa Wanya. Igor denkt aan opa Wanya. Hij verheugt zich erop om opa Wanya weer te zien. De trein begint te rijden. Igor kijkt naar buiten door het raampje. Hij is vrolijk. Kijk, mama, roept Igor na een tijdje: ik zie een vliegtuig, een heel groot vliegtuig. Dan zijn ze er al. De trein remt en de wielen staan stil. Snel stappen ze uit de trein. Igor, papa en mama lopen naar de hal waar de mensen aankomen. Daar wachten ze. Ze kijken door de glazen deuren. Oh, wat spannend! Igor wiebelt op zijn benen. Ja! Gilt Igor ineens, opa Wanya, opa Wanya. Igor roept en zwaait met zijn armen. En daar komt opa Wanya aan met zijn wandelstok. Opa Wanya heeft zijn mooie pak aan en zijn hoed op. Igor rent naar hem toe, springt in zijn armen en geeft hem een zoen. Opa Wanja zegt in het Russisch: Dag lieve jongen, ik ben blij je weer te zien. En hij pakt Igor stevig vast. Igor moet stiekem een beetje huilen. Hij is zo blij om opa Wanja weer te zien. Huilen als je blij bent, dat kan ook. Opa wanja blijft een maand in Nederland bij Igor, thuis een hele lange, fijne vakantie